Hallo, welkom in een nieuwe maand. Een nieuw begin, een nieuwe start. We gaan eens kijken wat er eigenlijk gaande is. Want ik voel heel veel energieën waarbij dat ik het gevoel heb dat we moe zijn. Maar ook heel veel angsten. Dus laten we zien hoe dat er gaande is. Eerst gaan we kijken van wat is hetgeen... Welke schaduw zijn we op dit moment in het collectief doorheen aan het werken? En dat is de... Wat is het? Oké, ik ga het opsplitsen tot mannelijke en vrouwelijke energie. Ik was eigenlijk niet van plan, maar het wordt ook zo aangegeven. Dus sorry. Voilà. En ik kreeg hier 3 kaarten. Oké, wat kregen we? De judgment card met resultaten en beslissingen. Dan de hanged man met crossroads. Met transitie ook weer keuzes. En dan swords, love and light. Oké, en wat is voor wat? Ik heb het gevoel dat het eigenlijk voor allemaal is. Ik zie ook de strength card met telepathie en de chariot card. Dus vooruit. Maar we gaan nog niet echt vooruit. Dus we zitten nu echt op een keerpunt. Oké, ik snap het. Dus de hanged man is voor de mannelijke energie. Love and light is eigenlijk waar dat de connectie is. Dus gefocust en verbonden met de bron. En de judgment card met resultaten en beslissingen en finaliteit en outlook is voor de vrouwelijke energie. Oké. Dan gaan we met de tarot eens zien wat we dan nog extra kunnen gaan toevoegen. Ik vlieg hier al mijn kaarten. Vliegen in één keer om. En ik zie ondertussen de 10 van bekers. Dus volledige emotionele vervulling op elk vlak. Oké. Wat moeten we meer weten voor de vrouwelijke energie? Waarom zit zij in de judgment? En ik kreeg ook door om te kijken wat dat judgment in dit deck extra van betekenis heeft. Ja, en de extra betekenis staat bij, herinner wanneer je anderen oordeelt, dat je zelf ook, zij jou ook zullen oordelen. En dus dat gaat ten opzichte van de mannelijke energie dan ook zijn. Waar dat de mannelijke energie echt op een kruispunt zit. En daarin voelen ze heel veel emoties, waaronder ook de emotie van boosheid. Maar het is net in die boosheid dat ze alle energie verzamelen om uiteindelijk vooruit te komen. En dus om nog dieper in die ontwaking en dat bewustzijn, en dat hoger bewustzijn te komen. Maar net daarom wordt de mannelijke energie ook gevraagd om veel nog dieper aan te haken. En de verbinding te maken met de aarde, maar met dus de energieën om zich heen. De energie in zichzelf en zijn hogere zelf. Waar dat dan de connectie verbonden is met de bron, waar dat de connectie eigenlijk een en al liefde en licht is, geeft deze kaart ook aan dat er in de connectie ook een nieuw begin is. Vanuit een hogere energie. Dat ook vooruit gaat gaan, want het is ook verbonden met de yang-energie, dus de mannelijke energie. Maar dat belangrijk is om de bron, en dus die verbinding met de bron, met het hogere, in het hart te houden. En al het licht en al de liefde die je ontvangt, om dat ook te aanvaarden. En dat in die aanvaarding uiteindelijk is dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie weer vooruit kan. Want zoals ik in vorige video's ook uitgelegd heb, kan de één energie ook niet zonder de andere. Net zoals dat... we kregen de 10 van bekers.
Net zoals dat met meer geld ontvangen ook een tegenbeweging komt, de polariteit. En dus waar weer een tegenbeweging gecreëerd wordt, waarin dat geld ook weer wegstroomt. Voor de vrouwelijke drie krijgen we ook de Hanged Man, maar omgekeerd. En dan voor de mannelijke drie krijgen we de drie van munten. Wat hebben we nog? Dus de 10 van bekers was voor de connectie. Dus als ze allebei keken naar de connectie en daarop ingaan, dan voelen ze wel die vervulling, dan voelen ze dat licht, die liefde. Maar de 3D houdt gaan nog een stukje vast, waarin dat de vrouwelijke energie zoiets heeft van het is genoeg geweest. Ik heb genoeg van die 5D-connectie, ik wil iets meer tastbaars, ik wil resultaten, ik wil vooruitgang. Waar dat die mannelijke energie dat ongetwijfeld gaat voelen, want we zien ook weer die weerspiegeling. De mannelijke energie was de eerste kaart Hanged Man en dan daarna spiegelde de vrouwelijke energie dat. En de mannelijke energie krijgt als extra uitleg de 3 van munten. Wat dat betekent, een visie om vooruit te gaan. Dus dat is verbonden met plannen. Het volgen van de droom dat hij diep in zichzelf voelt. Maar niet zonder rekening te houden met het fundament ervan. Dus niet gewoon zomaar... zoals een botte boer of zoals iemand zonder manieren gewoon binnengaan. Net omdat hij voelt dat wat dat tegen de connectie is... Hoe belangrijk dat is, wil hij het op een goede manier aanpakken. En dan krijgen we de 5 van bekers, maar omgekeerd voor de vrouwelijke energie. En dus wanneer dat hij niet omgekeerd ligt, dan gaat het over een ervaring van verlies. Iets waar je over rouwt. En ik heb het gevoel dat de vrouwelijke energie op dit punt gekomen is, waarin dat ze de mannelijke energie en de connectie en al hetgeen maar dat ze ooit ervan gedacht dat een super naar haar hart naar verlangde gewoon kan loslaten. Omdat ze weet wat dat echt voor haar bedoeld is, dat ze het ook niet kan gaan mislopen. Waar dat we dan zien dat de mannelijke energie de Knight of Cups omgekeerd krijgt. Dus hij blijft een stuk vasthangen in die visie dat hij heeft. Maar voelt nog niet de neiging om op dit punt al onmiddellijk in die actie te gaan schieten. Oké. Maar ze zijn wel al bij gefocust op die 10 van bekers. En dus op de liefde en het licht die er is. Ze willen dat allebei gaan manifesteren. Oké. Dus we hebben 1, 2, 3, 4 omgedraaid voor de vrouwelijke energie. Dus ze willen allebei hetzelfde manifesteren. Maar hebben dan bij de energie nog niet. Of wat dat ook is. We gaan dat subiet gaan zien. En dat zijn de kaarten voor de mannelijke energie. Dus, wat hebben we? Voor de mannelijke energie, de King van Bekers omgekeerd. Dus, je ziet dat in al de kaarten die we krijgen, dat hij nog niet zo ver is. Want we krijgen ook de, hoe heet die ook alweer, de Hierophant. Dus, die verbonden is met traditie en de systemen dat ze kennen. En dat houdt hem een stukje vast, omdat hij dan niet... Hij probeert de connectie in te plannen in het systeem, in de matrix of het idee, of de referentiekader zou ik kunnen noemen, dat hij kent. Maar dat lukt dan natuurlijk niet. Het is net die dingen die hem duwt in die diepere groei. Waar we zien dat de vrouwelijke energie, ze krijgt de Empress, de wereldkaart, de 6 van bekers omgekeerd en de Knight van Wanten. Dus de ridder van Wanten. Ook omgekeerd. Dus ze weet en ze voelt intuïtief aan dat die mannelijke energie eigenlijk nog niet volledig klaar is. Dat die nog niet volledig volgroeid is. Dat die nog niet volledig de kracht heeft om met haar Empress-energie om te gaan. Maar ze weet wel dat dat hetgeen is dat uiteindelijk gaat komen en dat gaat gebeuren. Alleen geeft ze nog... Ja, wat tijd nodig. Dus eigenlijk moet ze nog wat op een nostalgische manier bij wijze van spreken terugkijken. Of, eigenlijk gaat het niet over terugkijken. Eigenlijk gaat het over gewoon de visie houden. En blijven geloven dat de liefde dat ze voelt en de visie dat ze heeft en de energie dat ze voelt en de connectie dat ze ervaart. En dus het idee van die 10 van bekers, die volledige diepe vervulling op elk vlak, dat dat mogelijk is.
Maar dus dat je dergelijke zaken niet kan gaan, forceren, want we kregen de koningin van wanten en daaronder ligt de 2 van zwaarden omgekeerd met de 7 van zwaarden en uiteindelijk de 1 van wanten. Dus we zien dat we in het proces zitten van inderdaad van dat kerenpunt van de keuzes die moeten gemaakt worden. En het belangrijke hierin is dat de vrouwelijke energie echt voor zichzelf gaat gaan kiezen op dat moment. Wetende dat die mannelijke energie dat die geleid en begeleid wordt door, zijn of haar team, dus door het team van de mannelijke energie. Dit gaat niet over geslacht, maar over energieën. Hè. Dus we gaan eens zien wat is dat de vrouwelijke energie op dit moment nog mag weten en rekening mee mag houden. Dan krijgen we de Imrama met de vraag: waar voel je de naartoe geroepen? Waar voel je dat jou er eens naarheen gaat? Dus volg die roep. Zeg gewoon ja. Dus yes is de kaart. Zeg gewoon ja. En de mirror kaart met wie of wat triggert jou. Dus als je nu op punt zit dat je bepaalde keuzes niet durft te maken. Omdat je denkt van ja, maar ja, ik zou beter wachten op mijn mannelijke energie. En totdat hij keuzes maakt of wat dan ook. Wordt er jou gezegd van kijk in de spiegel, kijk wat dat is wat dat maakt, dat je nog niet kan loslaten, dat je niet vooruit kan stappen. En ga dan toch, doe het toch, ongeacht de angst of ongeacht het gebrek aan informatie, het gebrek aan inzicht, het gebrek aan al de puzzelstukjes. Zet gewoon één voet één voet per voet, stap per stap en dan gaat alles wat duidelijk worden. Wat krijgt de manneken hier? Die kregen maar 1 kaart. Trust the niggle. And what is the niggling feeling trying to tell you? Dus zij krijgen ook exact eigenlijk dezelfde boodschap van volg die nudge die je krijgt. Volg die kleine aanwijzingen, die kleine stukken in jou. En het is belangrijk dat je die volgt. Wat moeten we nog weten? Wat is er gaande voor de connectie? Want we hadden daar de liefdeslichtkaart met Source. En de 10 van bekers, wat is er nog dat we moeten weten voor de connectie? Wat kan ons vooruit helpen op dit moment? Hup, daar zijn we. Shambhala initiaties dus. Retreating to recharge, trusting in the process en dharma. Ja, het is belangrijk dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, is er geen contact op dit moment, dan is dat exact volgens plan. Want het is de bedoeling dat je elk voor jezelf keuzes gaat gaan maken, ongeacht wat dat betekent voor de anderen. Waarom? Omdat wanneer je dat gaat gaan doen, dan ben je in afstemming en dan de personen die echt er moeten hoeven zijn, die voorbestemd zijn om bij jou samen te zijn, die zullen er ook zijn. Dus daarin krijgen allebei hetzelfde advies. Dus neem die tijd, die ruimte in voor jezelf. Ga in hermit, ga in... verdiep je meditaties, ga langer in meditaties, neem de tijd om alleen te zijn, zeker wanneer we het ook kinderen in jouw omgeving zijn, en het is schoolvakantie bijvoorbeeld hier in België, is des te belangrijker om naar binnen te gaan en die tijd met jezelf te voeden. Want ook die momenten van stilte, van willen terugtrekken, van willen geen contact hebben met de twin, helpt ervoor om jezelf, je eigen energie beter te voelen. En het is vaak ook een teken van groei. Een volgend stuk in het proces. En ga merken als je daar tegenin gaat en dat probeert dan toch nog contact te houden, dat je eigenlijk meer frictie en meer discussies creëert dan eigenlijk nodig is. Ik zie hier aan de onderkant van mijn deck ook de throat chakra. En dat laat er mij aan herinneren dat daar ook een aantal updates en downloads en healing bezig is. Want zelf heb ik sinds een tweetal dagen ook last van mijn keel. Niet echt keelpijn, maar ik voel dat er van allerlei dingen gaande zijn daar. Dus ook mocht je dat zelf ervaren, weet dan dat dat te maken heeft met die initiaties. Nu, moest het zijn dat je zelf nog niet geen lid bent van het programma Universele Vlammen, dan nodig ik jou uit om daar deel van uit te maken. Want in het programma leer je
leer je met, ik ben angsten aan het loslaten voor iemand. Van boeren betekent angsten loslaten. Omdat ik ook weet en besef dat voor heel veel mensen de investering nog wat hoog is en nog wat lastig is. En dat is oké, want uiteindelijk is dat ook een onderdeel van het groeiproces. Maar als je weet dat een sessie bij een healer of een therapeut of een psycholoog, als je in het klassieke systeem zit, 50 tot 60 euro is. En dat je dan na het volgen van de vlammen eigenlijk geen therapie, externe therapie of externe coaches of externe healers of shamans of reiki's of wat dan ook nodig hebt. Omdat je vanuit jezelf met die vlammen kan gaan werken, dan is die investering het meer dan waard. Er zijn ook bewust ook termijnbetalingen dat je eigenlijk over een half jaar het programma kan afbetalen, omdat uiteindelijk de bedoeling is dat iedereen met de vlammen leert gaan werken. Dat we leren om die hogere energie te gaan gronden. Ik zou zeggen, weet je nog niets van de vlammen? Heb je nog niet met hen gewerkt? Heb je nog niet de kracht aangeroepen of ervaren? Op YouTube hier is er een playlist waarin dat er gratis van die dergelijke transmissies, initiaties beschikbaar zijn. Waarin dat je bijvoorbeeld je gedachten kan healen door te werken met de vlammen. Waarin dat je bepaalde chakras kan gaan openen door te werken met de vlammen. Waarin dat je informatie vanuit de Akasha Records kan gaan halen door te werken met de vlammen en zo verder en zo meer. Werken met de vlammen is een superkracht. Ik heb het al oneindig veel keer gezegd en ik ga het nog oneindig veel keer zeggen. En dat is nu eenmaal mijn missie hier, totdat iedereen het zoveel mogelijk weet. Hoe dat ze met de vlammen moeten werken en dat eigenlijk voor iedereen beschikbaar is. Dat is de enige reden waarom je dat programma moet volgen. Niet omdat dat je anders niet met de vlammen kan werken, jawel. Maar omdat je door het werken met de vlammen, investeer in jezelf, investeer in je healing, zorg je ervoor dat je eigenlijk op een veel krachtige manier doorheen en veel sneller doorheen je transformaties gaat. Omzeilen eigenlijk de valkuilen van het ego, want in de verschillende modules krijg je ook telkens een soort van ja, huiswerk of taak of wat dan ook mag noemen, waarin dat je eigenlijk opdrachten krijgt om bij een aantal stukken stil te staan. Thema's die verbonden zijn met de vlammen, met de vlam waar je die week of die maand of die periode mee werkt, zodanig dat je eigenlijk bewust wordt van de stukken die onbewust zijn. En dus diep gaat in jouw eigen energie, diep gaat in je eigen schaduw en diep gaat in je emoties. Daarom is ook de WhatsApp-groep er en zijn ook de live-sessies er, zodat je ook extra vragen kan stellen als je ergens tegenaan loopt of niet goed weet wat dat iets wil betekenen. Zodanig dat je er ook niet alleen voor staat. Dus ik zou zeggen, allen daarheen, de link ga ik hieronder aan de video plaatsen. Dat is ook op dit moment een van de enige manieren om met mij samen te werken. Sarah doet de WhatsApp groep, maar als nodig is dan antwoord ik daar ook in. En een andere mogelijkheid om met mij samen te werken is de supportgroep voor tweelingvlammen. Daarin kan je ook al je vragen kwijt rond tweelingvlammen. Daar zijn ook de verborgen readingen in opgenomen. Dus dat wil zeggen, als er een uitbreiding is van een video, komt die terecht in de supportgroep. Omdat deze video niet zo specifiek rond tweelingvlammen gaat, is er op dit moment geen uitbreiding. Maar deze week komt er zeker nog extra video's rond tweelingvlammen, omdat ik ook voel dat het echt belangrijk is en nodig is. Zo, dat was voor deze video. Ik ga deze opladen. Ik wens je alvast een fantastische week. Als er vragen zijn, zet ze gerust onderaan de video of stuur me een mailtje via de website. Of nog beter, start met het programma van de vlammen vandaag nog. En dan begeleid ik jou ook doorheen jouw transformatie, jouw groei, jouw ascensieproces via het programma. Voilà, dat was het. Vast een fijne avond en tot de volgende.